otra vez. Aquí la tengo otra vez. Diciendo que quiero otra vez. Weer een mooie dag in Paloppels. We gaan naar beneden. We hadden Edwin ook geappt. Een uur geleden. Ga je mee? Bel ik hem op, zegt hij, ja, ik moet nog douchen. Heeft hij gewoon weer een uur aan de telefoon gezeten. Hij heeft gewoon een uur op het dakterras gezeten. Uur op het dakterras, in de zon natuurlijk. Jurgen die loopt hier ook. Groot gelijk, natuurlijk. Op dat mooie dakterras wat Jurgen en Daniel aan het maken zijn. En heeft hij dus gewoon een uurtje zitten kletsen. Dus nu moet hij met zijn eigen auto meekomen naar beneden. En gaan wij vast vooruit. Even kijken, want Rodri had gezegd dat hij ergens het brood had opgehangen voor ons. Aan een deuropening. Even kijken hoor. Waar dat is. Gregorio. No lo sé. Even zoeken, zoeken, zoeken. De bakker die was geweest en ik was niet beneden. Dus dan zegt hij, Elisa, ik hang het brood voor je op aan de deur van Gregorio. Dan kun je het gewoon zo pakken. Maar ik ben dan benieuwd waar dat is. Ja, ik zie het niet. We gaan gewoon verder, we gaan kijken. Ga je mee, mop? Ja. We rijden gewoon voorzichtig eruit. En anders vraag ik even bij Marikita waar het is. Waar Gregorio woont. Want daar heeft hij het aan de deur gehangen. We gaan het meemaken. Op zoek naar je brood in Paloppels. Nou, het brood is terecht. Rodri die was dus bij ons in het dorp. En die was al beneden bij ons in het Visirio geweest. En die reed boven bij de kerk. En toen dacht hij, helemaal vergeten Elisa de brood te geven. Of Elisa was er niet, helemaal vergeten aan Marikita te geven. Nou, dan hang ik het toch eventjes bij Carmen en Gregorio aan de deur. Dan haalt ze het daar wel op. Carmen is van... van de stoeltjes, of niet? Ja, die Carmen is van de stoeltjes. Dat is een van de oudste bewoners met haar man in het dorp. En daar rijden we nu eventjes naartoe om het heerlijke stokbrood op te halen. En dan, ik zal je ook nog even het laten zien. Wat denken jullie, wat heb jij voor leuks om je nek? Nou, ik heb een mondkapje hangen aan een ketting. Heel handig. Omdat ik altijd mijn mondkapje kwijt ben, kan ik hem zo opdoen. En hoe kom ik daar nou aan? Dat heeft een hele lieve jonge dame gemaakt, Danielle, voor ons. Ook eentje voor Demi, zo'n mooi kettingje met twee van die sluitingjes eraan met de hand. En nou ja, dus dan kan ik het mondkapje als een ketting om mijn nek hangen. Want je moet natuurlijk overal op, af, op, af. En dan raak je hem nog wel eens kwijt. En daar heb ik nu geen last van. Dus Danielle, super lief en bedankt. Je ziet het, ik gebruik hem waar die voor bedoeld is. Even gezellig door het dorp. Het is lang geleden dat je hier geweest bent, of niet? Dat is wel een tijdje terug, ja. Ik kom er niet zo vaak wel. Nee. Je bent wel meestal druk, hier druk, daar. En dan, ja, heb je eigenlijk niet zoveel tijd. Blij dat ik vandaag vrije dag heb. Ja. Je hebt natuurlijk heel veel te doen in deze drie weken. Kijk, als we straks gewoon weer hier zijn en je hoeft niet weg, dan is het geen probleem. Nou, daar zit onze vriend Paco ook. Kijk, de heren zitten hier al lekker op de rand te zitten. En Gregorio zit daar. Waar is dat? Hier. Hier moet ik het brood ophalen. En daar is het brood. Kunnen we meenemen. En dan gaan we weer. Gezellig. Adio. Gregorio wordt ook echt oud hoor. Hij kent ook volgens mij niemand meer. Ik zit daar op het stoeltje. De mensen zijn natuurlijk echt best wel oud al in dit dorp, hè Jurgen? Ja. Veel zijn boven de gelukkig wel. 85, 90.
Ja, gelukkig wel, zeker. Maar je kan toch wel zien, we zitten natuurlijk nu al 2 jaar, dus je ziet de mensen ook weer ouder worden, hè? Ja. We kunnen naar beneden. Heerlijk weer weer vandaag. Zoals elke dag. Toppie. Wat ik zo lekker vind van hier, is dat als maar even het zonnetje doorkomt, dat het ook gelijk lekker warm is. Hè? Het is niet zo van, die temperatuur schiet gelijk omhoog. Echt top. Het gaat echt snel, hè? Als het hier al 18 graden is, voelt het eigenlijk aan als 22, 23 graden, of niet? Ja. Dat bedoel je? Ja. Het is niet zo blauwe lucht als gisteren. Het is iets heiger. Gisteren was het echt hardblauw. Ik stond ook op het balkon boven, of op het terras, weet je, bij Edwin. Die stenen pakken, als je dan omhoog kijkt, het was gewoon echt hardblauw. Knijterblauw. Ik heb even een nieuwe koekenpan gekocht in de winkel net. Want de andere koekenpan, daar had ik een gigantische blaar van op mijn vinger opgelopen. En ik heb gelijk even 3 nieuwe onderriemen gekocht voor de terugweg. Want die waren ook wel een beetje aan vervanging toe. Kijk mensen, hoe leuk. De markt. Je kan toch? Ja. Maar is die paal een beetje onhandig. De markt is druk hier. Hier kan ik hem wel neerzetten. Huh? Ik weet niet of dat de mensen er dan door kunnen, schat. Dit is zo schuin. De bus is natuurlijk best wel lang. Misschien in die straat hierachter. Ja. Kijk. Oh, gezellig de markt, mensen. Kunnen jullie dat nog herinneren? Was Edwin al onderweg naar beneden? Edwin was al onderweg. Hier rechts? Ja, kan je ook doen. Even kijken. Zo, een leuke kip, zeg. Oh, lekker hè? Een kipje meenemen. Ja. En deze parkeerplaatsen zijn wel veel langer. We gaan straks toch eten. Ja, oh ja, we gaan natuurlijk eten. Neem lekker een salade. Misschien kun je daarop. Hier, ja. Deze is vrij. Wat is dat? Is dat een boom? Dat gaat niet lukken. Nee, dus maar dan kun je erop rijden. Oh ja. En dan hebben we gewoon plaats op het parkeerterrein van de markt. Dan sta je gewoon veel beter, toch? Kijk mensen, de markt. Dan rennen we nog even snel over de markt. Leuk zet. En dan is het hartstikke leuk, want in Nederland is er volgens mij ook een markt. Pam, 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 pam. Nou, daar zo. Om die auto heen, daar zo. Met die rode naast die rode. Ja, daar komt dat. Ja. Zijn in de hoek zo. Naast de container. Ja, maar ik zet hem hier, dan kunnen ze dan naar buiten. Helemaal goed. Kinderen spelen allemaal heerlijk hier in de speeltuin. En wie zit daar? Pilar! Hola, guapa, ¿qué tal? ¿Qué tal? Hola! Dile hola, Lisa. Dale box. Así, choca. Choca de Lisa. Box. Nos vamos a Mar Nostrum. Nosotros vamos a la esencia. ¿Eso qué es? Al de la playa. Mamá. ¿Eso es donde? Sí, sí, que cae en la playa. Ah, eso es. Ah, bueno, ¿sí? Tiene un parque al lado y entonces por así pues juega a las niñas. Ah, eso se puede mirar nosotros también. Nunca he ido ahí. Pues se come también muy bien. ¿Cómo se llama la? Esencia. Esencia, Jurgen. Ze gaan naar Essentia eten, dat is aan het strand, de chiringuito op het strand. Ja, oké, mooi bien. Bueno. Justo por aquí abajo, el único que hay en la playa. Que te vaya más tarde. Muy bien. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, adiós. Nou, gaan we daar kijken. Moeten we alleen Edwin even bellen? Heeft hij al geparkeerd? Ik weet niet, hij zou in die straat parkeren. Ik zal hem even bellen. Ik neem jullie even mee op de markt in Castel. Dat is natuurlijk een hele grote markt. Dus dan laat ik even zien. Hier hebben ze ook perssinaasappels, eigenlijk van alles. Buenas. Brood. Hola. Kijk eens. Dit is natuurlijk een vele grotere markt dan... Oh, mooie bloemen. Ze hebben zelfs bloemen hier.
Dat is een vele grotere markt dan de markt in La Mamola. Hier staat echt van alles, zie je dat je? Was je hier wel eens geweest? Nee. Moet je nog zonnebrillen hebben? Heb je nog goede zonnebrillen? Ja. Onderbroeken nog? Ja. Heeft hij onderbroeken hier? Kijk. Jij weet niet welke. Vind je zoiets wat? Jij moet even voelen. Deze, hoe dit is. Ja, dat is tof. Dat is goed. Ja? Ja. Doe dat wat? Ja. Nou, hou jij me vast. Ga ik even zoeken. Daar heb je ook nog. Dit is wel leuk, toch? Welke maat? XL doen gewoon. Ja, dat past wel. Net. Quanto vale? 3,5 euro. Is dat wat? Ja, dat is wel mooi. Oh ja, daar staat het op de kaart. En, ben je blij met je nieuwe onderbroeken? Ja, zo blij. Heerlijk. Even kijken. Dit is een kleed, kussens. Heb je ook nog sokken? Heb je zoeken tekort? Allemaal mooie kleding. Kijk eens aan de grote kraam. Hier ook. Allemaal schoenen. Het is groot genoeg, hè? Ja. Wat een markt. Zullen we deze nemen? Ja. En dan gaan we lekker naar het strand, toch? Kijk, hier heb je een grote fret. Allemaal hondenkussens. Is dat wat voor jou? Nee. Voor 's morgens? Ja. Allemaal snoepjes. En de grote schoenenwagen. Ja, deze is de schoenenwagen die altijd bij ons één keer in de maand ook in het dorp staat. Nou mensen, dit was de markt alweer. We gaan lekker naar het restaurant. Waar lopen we heen? Naar beneden, naar het strand. Dan lopen we heerlijk naar het strand. Waar, als het goed is, een nieuw tentje is. Dus dan gaan we eens even kijken of we dat kunnen vinden. Nou, we zien vast en zeker Pilar. Het is naast een speeltuin, zegt ze. Dus je kunt hier zo tussendoor naar het strand lopen. En het is naast een speeltuin. En dit is de camping in Castel de Ferro. Dus mensen, in Castel de Ferro zelf is ook een camping. Dit is de auto van... En dit is de... Nee, toch? Of wel? Nee, volgens mij niet. Nee, dat is hem niet. Dus je hoeft maar dit straatje door te lopen. Ja. Dit authentieke Spaanse straatje. Vanaf het parkeerterrein. Juan Ramón Jiménez. En dan loop je zo het strand op. Ja, en hierachter is de camping. Dat hoor ik ook al. En hebben jullie wat kunnen zien? Dat is het makkelijke van zo'n sticker. Kun je hem gewoon omhoog doen. Ja, daar staat de campertjes. Kijk eens mensen, kijk even over de steegschutting. De camping. Het waait wel aan het strand. En daar staat de Siringuito al. Dus we gaan eens even kijken of we daar lekker kunnen zitten. Om eens een keer wat nieuws uit te proberen. Zet je lekker maar op in de zon. Zon, stress, zon, stress. Ah, oké. Okay. Nou, hier zitten we dan. Lekker aan het strand. Yo, la bacongas, por favor. Ah, voilà. En daar heb je de barbecue.
En het strand natuurlijk, hè? Dus je hebt hier gewoon uitkijk op het strand. Dit zijn die zoutige... Macarones zijn het. Kleintjes. Ga je die proberen? Nou, proost met een watertje. Ja, is ook wel lekker goed. Nou, heb je goed daar gedaan met de carousels daar zo? Edwin is ook weer bij ons gevoegd. Gedoucht en wel is hij aangekomen. Heerlijk op strand. Heerlijk op strand en dan gaan we lekker met z'n drietjes wat eten hier zo. Nou, en jij weer daar? Edwin doet ook gezond, neemt ook een watertje, wij ook. Ja, ja, maar als je dadelijk gaat filmen, staat er wat anders. Dat is gewoon die flesje. Komt, komt goed. Maar kijk eens wat ze, je zit hier à la brasa. Kun je gewoon de vis geroosterd zien worden. Dit is toch wel super vet, hè? Je zit gewoon aan het staan. Ja, in Nederland is het storm en hagel. Het waait ook een beetje, maar ze hebben hier gewoon de parasols op de zij, gezet. Ze hebben een windscherm gemaakt voor ons. Hoe lekker is dat? De eerste schaal is gearriveerd. Wat heb ik gekregen? Gemixte visschotel. Heel mooi. Schelpen, tonijn, noem maar op. Lust jij echt, hè? Maar er komt direct nog wat. Ja, dat zien jullie zo. Ik zou zeggen, aproveitje. Aproveitje. Nou, lekker dan. We hebben hem al bijna op. Ja. Vlak bij de kaan, hè? Hij is ook weer erg lekker. Maria de kaan, hè? Dat is helemaal cool. Dat zou ik ook een beetje filmen, hè? Maar helemaal... Jullie gaan wel een gelijk gaan beginnen. Jullie helemaal... kon niet wachten. Ja. Dus jullie zien er nog een beetje van, maar... Maar jullie zien het, we zitten heerlijk aan de buitenwijn. We zijn heel natuurlijk vandaag. Waterwijn. We happen nog even lekker door. En, heb je lekker gegeten? Heerlijk. En Jurgen. Wat vind jij van de vis? Ja. Zelfs de vis vond hij lekker. Nou, dat wil wat zeggen. Het is geen vis eten. Niet alle vis. Maar tonijn was top. Daar gaat Pilar. Kun je een foto hebben? Oké. Dit is een foto, hè? No. Kun je een foto? Doe, Patti. No. Ik kan joh. Dat zou ik naar Wanda voor een vlog. YouTube. Ahora ahora sales in Holanda en het vlog. Hello Hollanda! Pilar heeft hier ook gegeten met de vader en de man en de zes kindjes. Dus we hebben heerlijk gezeten hier. Een mooi plekje hoor, op het strand. Ja, kijk maar mensen. Laat ze even die mooie barbecue zien hier. Ja, die zien ze al nu. Daar wordt alles op gegrild. Even naar de barbecue toe lopen. Kijk eens mensen. Wordt dat gemaakt? Ziet dat er lekker uit of niet? Oh, heerlijk. Kijk, de jongelui zit op het strand. Iedereen zit hier. En we krijgen nog een lekker drankje. Kom maar, zie maar, gewoon pakken nog. Aan het einde, iedereen, zie je wel, zit gewoon lekker aan het strand te eten. Lekker. En ik zal jullie even wat laten zien. Wat staat er hier in de koeling? Kijk, van Hasa de Lino. Hoe leuk is dat? Nou, we gaan. We zijn klaar. Adios. Adios, familia. Adios. We hebben de boodschappen gedaan. En kijk eens, in de bergen is het een beetje haaiig. Een beetje flink haaiig. Allemaal bewolking. Er komt verandering van weer aan. Want ook wij krijgen volgende week hier wat regen, zag ik. Dus ik ben benieuwd hoe dat gaat vorderen. Volgens mij is het hier heerlijk. We hebben de hele tijd op het strand gezeten, lekker hapje gedaan. En we hebben de boodschappjes binnen. En de boodschappjes binnen. Kijk maar, die staan allemaal hier. Dus die gaan we lekker naar boven brengen. Even de hondjes uitlaten. En dan kunnen we misschien op het dakterras even onderleggen. Kan ook. Zeker.
En hier rijden we langs Mare Nostrum. Daar zit ook alles vol. Maar wij hebben nu een leuk nieuw tentje ontdekt aan het strand, ook weer toch, Jurk? Het is heerlijk te zitten daar, we zitten lekker in de zon. Ja. We rijden door kastel. En dan zien jullie die mooie kustlijn hier. En zo gaat dat dan hier. Dag in, dag uit. In het prachtige Spanje. Ik zou jullie nog even de muur laten zien waar ze mee bezig waren. Maar dat is dus hier. Waar ik dus van de week een paar keer mee langs gereden ben. Maar dat wordt wel heel mooi. Een klein stukje vroeger. Ja. Dan had ik laten zien. Kijk, dit is dat gebouw. Dat appartementencomplex wat nooit afgekomen is. Je moet ook nog heel wat gestuurd worden. Ja. Ja, ik denk ook dat het eens een keer afgemaakt moet worden voordat het gestuurd wordt, toch? En we gaan weer naar boven. Naar het dorp. Hebben we heerlijk beneden aan het strand in de zon gezeten. Komen we boven. En zit Polopos gewoon in de mist. Poloppo in de mist. Poloppo in de mist? Niebla. Ah. Poloppo, niebla, mucho. Aquí. Sí. Je hebt helemaal een rood gezicht. Ja. Very gekleurd. Snellig, ja. Helemaal, je hebt weer helemaal een bruin hoofd. Amalia zit hier ook. De zonde. De zonde over te denken. Hola! Hier loopt een hond. Oh, kijk uit, hij hoort je niet. Waar is hij nou? Ze komt hem. Hij is alweer terug. Dus, Polopos. In de mist, mensen. Een verandering, hè? En ook verandering van temperatuur. Zit je net nog te verbranden? Is het hier koud en is de kachel aan? Zie ik daar roken. Bij José. Schoorsteen. Zie je het? Oh. Echt hoor. Abuela is, zit onder tafel. Kijk dan. Heel ander weer als wat wij beneden aan het strand gegeten hebben. Kijk, hier zien jullie dus in de verte, dan zien jullie die donkere streep, dat zijn de bergen van Marokko. En dat is 200 kilometer verderop. Hoe vinden jullie dat nou? Dat is gewoon echt niet normaal om dat te kunnen zien hier. Zie je het? Nou, kom op, we zijn aardig gekleurd vandaag. Kijk eens. Zo. Gloeiende, gloeiende, bloeiende. Prachtig mooi. De eerste zonnestralen. Wij hebben in ieder geval een hele gezellige dag gehad. Lekker gegeten. Maar het is ondertussen alweer heel laat in de avond. Dus de maag begon weer een beetje te knorren. Ja, ook dat. Maar dit is ook alweer het einde van deze video. Vlog. Video, vlog. Alles bij elkaar. Wij wensen jullie een hele fijne dag. Vond je hem nou leuk? Vergeet die blauwe duim niet. En Wappo vraagt er ook om. Of je een leuke opmerking hebt. Wappo zit er ook alweer bij. Ja. Het is weer eten natuurlijk. En vergeet natuurlijk niet te abonneren. En eventjes wat gezelligs te schrijven tegen ons. En dan zien we jullie natuurlijk morgen weer. Doei!